Da Vinci stel zwerven. Sorry, dames en heren, hartelijk welkom bij aflevering 22 van Vrachtwagenchauffeur Vincent. En ik zie hier dat ik wel een hoog niveau heb, maar ik ben zwervend. En ik heb twee vrachtwagenchauffeurs ingehuurd, namelijk Frank en Kenneth. En ik heb allebei voor hun een vrachtwagen gekocht. En het was een hoop geld. En ik hoop dat ze me dat geld kunnen terugverdienen. Want hun zijn dus aan het werk voor mijn bedrijf. Ik heb uiteindelijk een eigen bedrijf. We gaan gewoon beginnen met de aflevering na het intro. Woo! Let's go! Vrachtwagenchauffeur! Ik ben jouw adviseur! Met een goed humeur, Vincent Chauffeur! Yeah! Zo, en ja, dit is mijn truck. Je ziet dat ik hem helemaal geüpgraded. Ik heb hem namelijk groen gemaakt. En een groene truck lijkt me best wel vet. Ik heb er een nieuwe engine in gezet. Een nieuwe motor, weet ik het allemaal niet. Ik heb hem gewoon helemaal geüpgraded. En ja, het zag gewoon goed uit naar mijn ogen. Dus wat nou ook heel gaaf is, is ik heb door Bram heb ik iets nieuws ontdekt. En wat nou, Bram is al level, ik geloof uit mijn hoofd 15 of nee, of hoger nog, 28, ik weet het niet eens. En hij heeft me een en ander uitgelegd. En nu kan ik dus met mijn eigen groene truck, kan ik dus dingen gaan vervoeren zoals voorheftrucks, gravers, rubberen banden. Echt ontzettend rare materialen. En kijk hoeveel geld. 53.000 euro voor een vrachtlading. Ik denk dat ik gewoon deze pak. Of deze. Dat is van, even kijken, we moeten even kijken. Van Polen terug naar het Verenigd Koninkrijk. Nou, ik heb niet zo zin om zeg maar over het weg te gaan. Dus ik denk dat ik lekker deze neem. Vanaf Nederland naar Hongarije. Een nieuw land heb ik nog niet meegemaakt. En we gaan naar Debrecen. Ik denk dat we dit gewoon gaan doen. Ja, ik vind het goed. We gaan deze doen. En we vervoeren voorheftrucks. Dat is natuurlijk wat heel anders dan wat we normaal doen. Dus ik vond het tijd dat het gewoon wat wordt voor iets speciaals, jongens. Iets speciaal voor jullie. Ik zit gewoon random op de weg nu. Gewoon in mijn groene truck. Helemaal niks bijzonders. Ik heb nog helemaal niks. Ik moet mijn vracht gaan ophalen nu. Laten we even wachten. Rood licht, kom op. Nou, zoals je ziet is het al helemaal groen, mijn vrachtwagen. Je ziet in de zijspiegels, denk ik. Kijk, mijn webcam staat er net voor, helaas. Excuus. Maar, ja, je kan het links zien natuurlijk. Kunnen we hier een grove bocht maken hier? Ik denk het wel. Wow, dat was een mooi bochtje, joh. Oh, we moeten hier naar rechts. Ja, hallo. Nou, ik ga even terug. Oh, Vince, dit doe ik trouwens wel heel netjes. Oh, andere kant op. Nee, andere kant. Zo, in de hoop dat we niet botsen. Oh, sorry, excuus. Schade, sorry. Geen boete, maakt niet uit. En we gaan richting onze bouwbedrijfje. Nou, zo te zien moet ik wat op gaan halen hier dus. Moet hier naar links? Waar moet ik dat ophalen dan? Het wordt mij helemaal niet duidelijk of zo. Ja, ik denk hier naar rechts, gok ik. Ik gok het wel, ik weet niet. Er staat hier wel een kruis. Druk op de vondtoets om opdrachten te bekijken. Deze, ja, is goed. Deze wil ik doen. Oké, de trailer is gereed. Oké, het zal wel. Maar het is wel gelukkig gelukt. Rij naar de groene vlag. Nou, we moeten naar de groene vlag. Daar zo is dat. En ik denk dat ik hem achterin moet uitsteken. Dus wat we nu gaan doen is even... achter. Het stuur zit ook los, joh. Oké, jongens, kijk wat we hebben. Vier voorheftrucks hebben we en die gaan we helemaal vervoeren. Dus we moeten echt een eindje, we moeten echt een stukje rijden. Het is echt bijzonder. En ik hoop dat het een hele leuke rit gaat worden. Nou ja, althans, dat hopen we. We hebben natuurlijk wat voorheftrucks, dus het is altijd even spannend. Want het is een best wel lange wagen. Oh, en zoals je ziet gaat het nu al bijna mis. Damn! Ik moet nog gaan uitkijken. Ja, in mijn spiegel zie ik het heel goed namelijk. Nou, we gaan in het vertrouwde Rotterdam gaan we verder. Wat doe ik? Mijn ruitenwissers.
doe maar niet. Het voordeel is dat het is 's ochtends. Jullie weten het, ik heb een schurfthekel aan in de nacht rijden. Dat vind ik gewoon helemaal niks. Dat vind ik gewoon helemaal noppes. En we gaan nu richting Brussel. Ik kijk naar rechts, daar komt niks aan. Links komt niks aan. Mooi zo, dan kunnen wij veilig gaan oversteken. En ik neem de buitenbocht. Want vrachtwagenchauffeurs moeten eenmaal rechts rijden. Dat weten we, dat weten we. Rechts rijden op de baan. Centrum. 50, we mogen hier 50. Ik heb van iemand gehoord in de comments. Super bedankt. Cruise control kan je aanzetten, ten eerste. Dat ga ik eens een keer doen. Als ik een keer mijn strot uitkom. Ik moet sowieso mijn nopjes even goed neerzetten. Gaan we gewoon nu doen. Kijk, hier zitten nopjes aan de onderkant van mijn stuur. En dan moet ik gewoon een klein beetje likken. Ja, er zit allemaal stof op. Vind je het gek dat ze niet plakken? Het komt nou ook vervolgens nu in mijn mond, hè? Oké. Ik plak hem op mijn... Zo. Mijn cam staat ook helemaal in verkeerd, jongens. Sorry, excuus. Oké. Ik hoop dat hij nou een beetje vast staat. En dan gaan we beginnen met rijden. Daar gaan we. Nou, we zaten op de weg. Ik was al helemaal geconcentreerd natuurlijk. Dat ben ik altijd. Maar ik heb dus ook begrenzer aangezet. En begrenzen, dat houdt gewoon in dat hij aan de snelheid houdt wat je mag rijden op dat moment. Nou, ik mag 100 hier. Maar ik hou het gewoon rustig. Ik hou het gaspedaal ingedrukt. En ik kijk wat de begrenzer doet. Of die ook daadwerkelijk werkt natuurlijk. Nou ja, ik heb gelukkig mijn baas gesproken nog. En ik heb hem uitgelegd over dat akkefietje met Duitsland. Met die Duitser die belde naar ons vorige keer, weet je nog. En die Duitser in dat Mofrika. In dat Mofrika! Zo flauw, hè, die. Oh. Nee, maar die Duitsers, dat was gewoon echt een toeval natuurlijk. Trouwens, een prachtige brug. Het lijkt alsof ik nu richting Zeeland ga. Maar ja, Nederland, je weet het maar nooit. Misschien is het wel de nieuwe water, ik weet het allemaal niet, hoor. En ze rijden als gek hier in Nederland. Het is toch een schande hoe ze dat doen. En ze profiteren van de snelweg. Terwijl ze iedereen maar asociaal inhalen. Nee, maar ze zijn wel bekijken, man. Ze halen me best wel hard in. Maar je mag hier 100 en ik rij nog maar 90. Dus het is te begrijpen. Het is te begrijpen. Nou, ik hou nu volop de speed ingedrukt. Dus ik denk dat nu de begrenzer al aanstaat. Dat hij gewoon zich houdt aan de snelheid. En ik denk als ik C ingedrukt hou, dat hij gewoon ook 90 blijft rijden. Dan moeten we niet vrachtwagens één keer naar links gaan. Oh, ik zal hem even uitdoen. Zo. Maar dat C is handig. Maar ik kan ook gewoon met mijn poot op het gaspedaal blijven drukken, hoor. Dan ben ik gewend. Wow. Zag je het weer? Sloeg ineens om. Zeg je dat? Damn. Het was ineens van... Boom. Dat is altijd in Nederland, hè. Het weer slaat altijd om in Nederland. Dat is niet zo gek. Ik kijk er gewoon niet... Als het ineens spontaan regende, ik kijk er niet meer spontaan van op. Ik heb trouwens ruitenwissers. Ik heb ze gecontroleerd. Ik heb hele nette ruitenwissers. Nou, we blijven op de rechte baan. Dat hoort. Het is best aardig druk op het verkeer. Hè? Nou, er rijden best wel wat auto's, vind ik. Normaal is het... Valt er best mee. Nou, ik merk ook dat de begrenzer aan staat. Ik ga die vent toch inhalen. Er komt een auto aan. Rijden. Kom op. Oh, zo, lekker Vins. Zo, die was mooi. Oké, ik ga deze auto's gewoon even inhalen. En we komen onder een bruggetje. Oh, de grens naar Duitsland. Oké, nou, dat ging snel. Rotterdam naar Duitsland. Ik wou dat het echt zo snel ging. Zo, het was met Robin. We gingen naar Duitsland toe. Jeetje, wat een end is dat, joh. Continu zit je in die auto. Ja, daar kan je niks aan doen. Maar ja, je zit wel continu in die auto. Leuk, die wiekjes. Hartstikke leuk. Ik ben... Jongens, echt waar, als ik dit zie... Grafisch is natuurlijk beter omdat ik een graphics mod erop heb gegooid. Maar, want anders ziet de game er echt niet uit. Ik wil je aanrijding. Vind je het gek met zo'n groot ding? Zeikers. Zitten mijn dingen er nog op? Mijn voorheftrucks? Ja hoor. Potverdorie. Vind je het gek met zo'n groot ding? Ik vind dat de stuur ook wel echt onaangenaam werkt. Hij gaat ook een beetje naar links. Hij stuurt een beetje naar rechts. Dat is nooit goed. Nee, maar de grafisch is natuurlijk een prachtige game nu. Nu, hè. Nu. Eerst niet. Ik moet hier naar rechts trouwens. En dat American Truck Simulator van dezelfde makers, dat wordt denk ik echt een fantastische game. Dat wordt echt fantastisch. Ik mag het echt eerlijk zeggen. Grafisch ook indrukwekkend. Een storyline erin en alles. Weer aanrijding. Ik kan er niks aan doen. Ik heb een grote truck. Het is moeilijk om te rijden. Ik weet niet eens wat we vervoeren. Ja, natuurlijk voorheftrucks. Ik zal eens even kijken. Zo, mijn F6 plakt een beetje die knop. Voorheftrucks.
We gaan naar Debrecen, of Debrecen, ik weet niet hoe je het zegt. Huidige opdracht. Wat? Krijg ik serieus? Nee, oh, dat heb ik. Ik heb 412.000 euro. Nou, dat kan je ongeveer weten. Ik had in de 800.000 uit mijn hoofd. Dat moet je even kijken in de vorige aflevering. Ik weet niet meer uit mijn hoofd. Maar ik heb aardig wat uitgegeven aan de garage, aan de vrachtwagens en aan mijn personeel. Dus we gaan nu geld verdienen. We krijgen 55.885 ja, euro. En ik heb de resterende tijd 58 uur om naar Debrecen te gaan. En dat doen we gewoon in 2 afleveringen. Als het lukt. Ik ga mijn best doen. Het is echt aardig pittig met vervelend vervoer voor je neus. Rijd nou alsjeblieft door. Ik moet nou mijn remmen door, je aap. Ik zie een luchtballonnetje rechts. Ik weet niet of je hem nog kan zien. Nee, net niet. Maar dit, jongens en meisjes, dit hier, wat je ziet hier, die cabine. Dit is mijn gekochte, voor mijn eigen centen, mijn eigen gekochte vrachtwagen. En ik ben hier best trots op. Niet op de kleur. Nou ja, ik heb echt voor groen gekozen omdat ik het een opvallende kleur vond ten eerste. Ik ga echt inhalen. Hij wil ook inhalen. Ik wil eerst inhalen. Hoe weet je dat hij tegen me aankomt, hè? Oh, hij is van gedachten veranderd. Ik ga ze allemaal inhalen. Ik weet niet tot hoe ver ik kan inhalen. Oh shit. Ik mag niet eens inhalen meer. Veilig. Lekker zo'n relaxed landstukje met een klein nepbruggetje. Was het een brug? Ik weet het niet eens. Heerlijk ontspannen. En ik zie verderop iets leuks. Is het een grens? Is het een grens? Ik zie weer een Nederlandse vlag. Zitten we nou niet of wel in Duitsland? Oh, wel heel leuk dit stuk. Leuke huisjes. Moeten we... Nee, we hoeven niet te bezinnen te tanken. Mooi. Dit ziet er wel mooi uit, joh. Het is vredig op de weg. Het is echt vredig. Ik kan ook geen boetes meer krijgen. Daar ben ik ook blij om. Nee, die auto zou gewoon die vrachtwagen in. Wat denk je dat ik ga doen? Ik ga dat ook gewoon lekker doen. Even wachten, want ik heb een hele lading achter me. Ja. Hij stopt zelfs voor met die vrachtwagen. Sorry. Ah, dit is mooi. Nee, vorige keer was echt geschrokken door die Duitsers. Echt, dat was echt een klap op me, weet je wel. Een zware klap. Nou, scherpe poort. Dit vind ik relaxed rijden, jongens. Door een beetje die weilanden. Het is niet de officiële snelweg. Maar gewoon, je ziet wat meer van dorpjes en... Kijk, moet je maar kijken. Het ziet er verschrikkelijk leuk uit. Nou, het is dat ik een goede... Ik heb een nieuwe TomTom. Nee hoor, ik heb geen nieuwe TomTom. Ik weet ook niet of je TomToms kan kopen in de game nog. Zou wel gaaf zijn trouwens. Scherpe bocht. Ik denk dat ik even ga remmen. Dat moest wel. Oh, maar nu moet weer op gang komen. Hier is de snelweg volgens mij. Oh nee, het is water. Het is geen snelweg. Ja, snelweg voor boten. Hier gaan we scherpe bocht naar links. Zo. Hoi. Hoi. Yeah. Nou, het is bijna 11 uur. Prachtige wolken. Het zonnetje schijnt volgens mij ook wel ergens. Ik weet niet waar. Ah. Dit is wel een hele relaxte vrachtwagenchauffeur Vincent video dit. Voorheftrucks. Ik snap niet waarom ze niet in dat Hongarije, dat ze daar even voorheftrucks bestellen, zeg maar. Waarom dat nou speciaal uit Nederland moet komen, dat weet ik niet. Misschien wel speciale Nederlandse voorheftrucks. Misschien zijn die wat stabieler of zo. Of goedkoper, dat is het misschien. Maar ja, ik ben ook niet goedkoop. Ik bedoel, ze willen mij ongeveer 55.000 euro geven voor voorheftrucks, weet je. Dat is gewoon best wel prijzig. Maar ja, ik moet ook een pokkend rijden, dat moet je wel vergeten. Hier, ik ben nog, serieus, ik moet nog 1535 kilometer. Dat is echt heel veel kilometer. Ja joh, en door die begrenzen, ik weet niet of ik die uit moet zetten. Maar dan heb je kans dat ik weer boetes krijg. Dus ik denk dat ik het gewoon lekker aanhoud.
En zo rijden we ook wel relax op zich. Alleen het gaat wat minder snel dan vorige keer. We gaan de snelweg op, heb ik het gevoel. Naar liegen. Maar nou moet je niet liegen. Oké, okay, scherpe bocht. Oeh, dit is een hele vieze bocht. Ja, oeh, ja, ik merkte het al. Ja, ja, ja. Vieze bocht was dat, zeg. Zo, hij gaat wel een beetje naar beneden. Dat geeft wel een lekker vaartje, weet je wel. Zo'n snelwegvaartje. Juist. En het is ineens rustig op de weg. Hè? Het is echt gewoon rustig. We zitten op de A73. Aha. En ik zie, ook zo, ik dacht dat ik koetjes zag buiten. Maar het is een tractortje. Dan zou je zeggen dat je in Nederland zit. Duitsland. Hebben ze in Duitsland al tractors, joh? Nou, dat wist ik niet. Ik denk dat is echt puur Nederlands, weet je wel. Boeren en farms en hè, kippen, fokkerijen en zo. Maar nou, Duitsland ook. Hebben we nog genoeg benzine? Ik kijk altijd even, ik loer even naar die benzine, maar we hebben nog best genoeg. Er zit op maar ongeveer, ik denk 1/5 af of 1/4. Ik denk 1/5. Maar we kunnen parkeren, we kunnen altijd even een tukje doen. Maar ik vind zoiets, ja, we doen meestal in de nacht, weet je wel. Ik weet ook niet of mijn chauffeur heel raar gaat rijden als ik minder slaap. Of dat ik in één keer doorrijd naar Hongarije. Dat weet ik ook niet. Nou, daar slapen wel een paar mensen al. En dit is weer een grens. Denk ik. Ik weet nog niet of we nou elke keer Nederland-Duitsland ingaan. Volgens mij zitten we nu officieel wel in Duitsland. Nou ja, ik ga 90 km per uur. Ik vind het goed. En ik zit ook soms dan rij ik, weet je wel. En dan zit ik te denken van, herken ik dit stuk nog? Of ben ik hier wel eens geweest, weet je wel? Dat maar echt heel lastig. Want de game is echt heel groot, heb ik het gevoel. Echt bizar gewoon. En het is ook heel tijdrovend. Om het zo te zeggen. Het spel is echt heel tijdrovend. Oh, die auto komt bijna tegen me aan. Zag je het links? Ik zag het. Ja, ja, ja. Mensen rijden als gekken. Ja. Goed zo. Kijk of hij me nu inhaalt, die auto. Ik denk het misschien wel. Ik zie hem niet in mijn linker... Nee. Misschien komt hij zo wel. Hij zit volgens mij achter me, die auto. Oh, er komt er eentje die wil me inhalen. Ja, kijk. Komt hij en... Zo, die gele, joh. Dit is een mooi gebied. Ik vind het is gewoon... Overdag rijden, het is sowieso veel beter. Je ziet veel meer leuke dingen. We gaan 91 km per uur. Zo. Nou, moet niet gekker worden nu. Ik heb het gevoel, mag ik hier gewoon niet harder ofzo? Ik weet het niet. Ik durf eigenlijk, ja, ik denk dat ik de begrenzer gewoon uit ga doen, want... Maar ja, dan krijg je eigenlijk hetzelfde gezeik als vorige keer. Dat willen we ook niet. Wow. Volgens mij botste er iemand achterop. Ik merkte iets. Ik hoorde niet de botsing. Maar ik zag in mijn achteruit kijken dat hij volgens mij tegen me aankwam. Kon ik met zo'n noodvaart, maar hij moet ook gewoon remmen. Oh, leuk daar rechts. Zijn ze bezig met hout, zie je dat? Oh, dat hebben ze allemaal gehakt, zie je dat? Dat hele gebied was bos. Gaaf. Oh, hier moet ik opletten, hier moet ik naar links. De auto moet weer door, kom op, kom op, kom op. Oeh, zo close. Oké. Ja, ik zal wel even de rem een beetje ingedrukt houden. Maar ja, je weet het, als ik een heuvel op moet, dan wordt het echt even trekken met dat ding. En deze bocht is gewoon te scherp. Ik kan gewoon niet fatsoenlijk over die weg met zo'n groot ding achterop. Oké, we zitten nou weer op de snelweg. We moesten even een andere richting op. Dat is altijd leuk. Zo. Dat is een relaxed ritje zo. Je ziet nog eens wat van de buitenkant. Je ziet nog wat van de omgeving. Ik ga eens kijken, hebben we mailtjes binnen? Nee, wel schade. Roep de wegenwacht. Oh, nou al. Als dat er staat, is het niet goed hoor. Ja, kom misschien al, omdat als ik denk ook als ik 1% schade krijg, dat er staat. Resterende tijd. 55 uur hebben we nog over. Nou, dat komt wel goed, denk ik. Ik ben sowieso uw adviseur. Ik ben een goed humeur. Niet altijd. Ik ben sowieso een beetje bang in Duitsland geworden. Daarom wil ik zo snel mogelijk doorrijden.
Gewoon één rechte lijn, weet je wel. Rij als gekkie, joh. We gaan over een bruggetje. En de bruggetje ken ik volgens mij nog wel. Leuk strandje ook daar aan de zijkant. Moet je kijken. Ja, ik ben wel echt een natuurliefhebber, hoor. Het echt bedoel ik dan, hè. Oh, mooie stad daar links. Is niet München of zo? Weet ik veel. Kan ik op de mapkaart kijken? Misschien kan ik het zien. Mapkaart. We zitten hier. Oh, dat is Keulen. Links. Leuk, we zitten daar ongeveer... Kijk, we begonnen hier in... even kijken. Rotterdam. Zo zijn we helemaal... We zijn eigenlijk omgereden. We moeten toch helemaal een recht stuk. En dan komen we zo langs Nürnberg, Linz, Wien. Budapest ben ik voor mij wel eens geweest. Ja, dat wordt gaaf, joh. Het ziet er echt fantastisch uit. Ik weet ook niet of dat gele, of dat nou... De geel is volgens mij waar je bent geweest. Want die is dat ontdekt. En dan zie je dat ik eigenlijk... Wat ik raar vind. Want ik ben wel eens een keer in Newcastle geweest. Dat weten jullie ook. Oké. Nou, ik vind het wel heel mooi. Sowieso die mapkaart, jongens. Moet je kijken hoe fantastisch. We gaan gelijk door. Als ik mijn... Zo. Ja. Er was een probleempje, jongens. Nou niet meer? Ja, nou niet meer. Denk ik. Waarom reageert mijn Eurotruck Simulator niet meer? Oh, daar komt het al. Excuus. Zo. Ja, joh. Shit, ik heb geen drank meegenomen. Of drank drinken, sorry. Ik mag niet drinken op de weg. Drank drinken. Dat mag niet, hè? Chauffeur sowieso niet. Zo, ook een mooie wagen, jongens. Rood. Waarom wordt dat niet mijn frontauto? Die snelle. En dan dat hij gewoon de kracht heeft om al die vracht mee te nemen. En dan gewoon drie vrachtwagens achter elkaar of zo. Ja, dan wordt het wel heel lang. Wow, bijna een botsing. Zag je het? Oh, thanks. Oh. Thanks. Hij ging gewoon aan de kant van mij. Ik hoop dat meer gebeurt. Sowieso merk ik dat er wel iets mis is met mijn vrachtwagen. Gewoon vaagjes merk ik iets, hoor. Niet heel erg. Kijk, wat een zot, jongen. Kijk hoe hard die rijdt, die gek. Gestoorde. Maar je mag niet harder dan 100 voor mij hier op de weg. Dus die mensen lopen allemaal een boete op, risico. Ik vind het allemaal goed, hoor. Maakt mij niet uit. Düsseldorf. En dan heb je weer plaatsje Ausfahrt. En mensen blijven maar commenten. Vincent, dat betekent uitrit. Of op, ja, de afrit. Ik reageerde maar niet op. Ik weet het wel. Maar dat was in het begin, wist ik het eerst niet, hoor. Toen dacht ik van Ausfahrt. Ik dacht echt dat het een plaats was. Want ja, meestal dan staat er een bordje met een plaats. Nou, weet ik veel. Ik heb geen Duits gehad. Op school nooit. Ik heb het wel, ik ken het wel. Ik ken het ook niet echt spreken. Ik ken het wel een beetje verstaan. Maar dat is logisch, want het is bijna Nederlands. Ich bin Vincent, ja. Ja, hol. Ja, hol. Dat is het enige wat ik weet. Nee. Ik ben nu adviseur. Nummer zit in mijn hoofd. Dankjewel, jongens. Ik weet niet of wat jullie hebben gedaan. Weet je wat er rechts is, jongens? Weet je, en meisjes, weet je wat er rechts is? Dat is zo'n muur. En die, dat bedekt de zeg maar, dat dempt het geluid af. Want waarschijnlijk zit daarachter een dorp of een iets. En als dat er niet stond, dan hoorde je heel erg het snelweggeluid. En dat hebben ze dan, dat doen ze meestal met zulke grote, daarom zit het langs de weg ook, hè. Ik weet niet of ik het goed zeg, hoor. Volgens mij wel. Het is gewoon geluidsdempend. Zo'n groot ding, weet je wel. Oké, ik zie er staan. Frankfurt en Kassel. Nou, Frankfurt ligt natuurlijk gewoon in Duitsland. En we nemen de afslag hier naar rechts. We hebben wel lekker veel afslagen, joh. Ja, maar ik slaag nu gewoon af, hoor. Frankfurt, Kassel. Nou, nu gaan we wel naar Ausfahrt. Grote bocht. Kunnen we hem lekker met 85 km per uur nemen, natuurlijk. Gewoon lekker vloeiend. Huppakee. En ook allemaal hooi weer. Hooibalen. Hoop hooibalen, joh. Ja, ik ga niet gedag zeggen weer. Geen hooi dit keer. Ik kan gewoon op de rechte baan blijven, op zich. Ik vind van wel. Ga ik zacht, jongens. Zal ik gewoon even de opties... Ik ga wel even kijken. Ik ga gewoon even kijken bij die opties. Ik geloof bij gameplay stond het. En dan staat hij ergens begrenzen vrachtwagen. Ik ga die nu gewoon eens uitzetten. Dan gaan we gewoon eens kijken of we ook echt heel veel verschil kenmerken. Want ik heb een nieuwe motor en ik wil gewoon eens kijken of die daadwerkelijk ook lekker hard kan.
Voor mij gaat deze motor... Ik heb natuurlijk wel voorheftrucks bij hem, 4 stuks. Ik denk dat sowieso dat het ook wel zwaarder is dan een gemiddelde truck als ik gewoon scharen meeneem of vervoer of zo, weet je. Oh, een leuke oude... Zo, ik moet uitkijken op de weg, nee. Maar even opletten, jongens. Hoofd erbij. Zo, wat een mooi wagentje was dat. Leuke wagentjes. Volgens mij ga ik sowieso harder. Ja, ik ga nu al 95 km per uur. Ik denk dat ik gewoon dit hou en gewoon goed oplet dat ik 100 ga. Maar hun rijden ook al harder dan 100. Dus ik denk dat ik sowieso wel harder mag. Wat zou ik hier mogen, denken jullie? 110? Nou, iets harder hoor. Dan gok ik 120. Ja, kijk maar makkelijk. Ik rijd nu 110. Dit is wel een lekker vaartje, joh. Ik vind het een heerlijk vaartje. Ik vind het beter dan dat 90. Door, ja, zo komen we er nooit natuurlijk. Ja, we zijn bijna aan het einde van de aflevering. Ah, ik vind het wel een schitterend ritje, hoor. Ik vind het... We kijken wat een hoop omgeving we zien. Het is... grafisch is het hartstikke leuk om te zien hoe ze het hebben gemaakt. Oh, gaan we op de remmen? Gaan we serieus nu op de remmen in één keer? Ga dan naar links, auto. De vrachtwagens moeten rechts. Auto's links. Nou, bekijk. Kan ik naar... Ja, nu ga je naar links. Jongen, joh, had je eerder moeten doen, aap. Kijk hoe stuk ik moest remmen. Hoeveel... Jongen, jongen, jongen. Wat staat er op de bord? Keulen. Komen we nu pas bij Keulen? Damn. Die map is echt groot. Ga het niet zo groot maken. Ik moet hier naar links. Kan ik naar links? Ja. Oh. Nu wel. Ik zag die... Handig die spiegels. Daar, kijk ik, daar heb ik vroeger weinig op gekeken. Moet ik maar kijken in de afleveringen. Gewoon naar links. Oh, ik ga naar links, jongens. Kijk, laat het stuur los. Ja, dat is wel met het stuur, hoor. Wacht even. Is niet helemaal 100, dat stuur. Er is iets gebeurd, een botsing of zo. Nou, we moeten het maar mee doen. Maar als ik dus een beetje minder stuur dan normaal, dan weten jullie waardoor het komt. Ik zou het heel tof vinden als jullie een like geven voor deze rit. Helemaal Hongarije. Ik bedoel, ik doe het toch maar even. Ja, ik hoop dat jullie een leuke rit vonden. En om mee te liften met mij aan boord, zeg maar. En dan gaan we de volgende aflevering verder op de rit naar Hongarije. Ik zeg bedankt voor het kijken en tot ziens. Doei doeg!